Zaterdag tijdens de Giessense Jaarmarkt ontvouwden Nicolette van Andel en Fenna Vogelzang de toekomstplannen voor sportcomplex De Jager en de Nijenburgt. Het beheer van beide locaties is recentelijk overgenomen door Stichting Trema Welzijn. Al vroeg was er sprake van een grote aanloop van bezoekers die allemaal nieuwsgierig waren naar de plannen van Trema en de Hartenbrigade. We hebben vandaag onze deuren opengezet, de koffiepotten klaargezet om heel veel mensen te ontmoeten. En we hebben eigenlijk 3 evenementen vandaag. En de eerste heet Smullen en Sparren. Heel veel mensen hebben van de week appeltaart voor ons gebakken, maar ook brownies en allerlei andere lekkernijen. Dat hebben wij gedeeld met buurtbewoners, met spontane gasten. We hebben onze ideeën verteld, hè, wat we hier graag in de Jager vanuit de Hartenbrigade, maar ook breder vanuit Trema Welzijn willen gaan organiseren. Er kwamen ook mensen met spontane ideeën, hebben wij allemaal genoteerd. En de komende tijd zullen we samen een mooi programma in elkaar gaan zetten. En zijn de mensen ook binnengekomen met nieuwe ideeën waar jullie wat mee kunnen? Ja, ook al. Er kwam net spontaan een jongen binnenlopen. Ik kan zijn idee niet meer precies navertellen, maar we hebben het op het hartenprikbord opgeprikt. En dan gaan we de komende tijd gaan we ook met hem in gesprek. Er was ook iemand die wil graag weer een brei- en een handwerkclub hier gaan organiseren. We zeggen, wij stellen graag onze deuren open en daar staan we gewoon voor open. De Nijenburgt is sinds kort ook in beheer van Stichting Trema Welzijn. Jij hebt die activiteiten onder je hoede. Wat staat er op het programma in de Nijenburgt? De Nijenburgt is vooral tot en met december willen we met een beheercommissie bijeen en willen we het nieuw leven brengen in de Nijenburgt, zodat het zaaltje kan blijven bestaan. Dus samen met de Ouderenbond, PCOB, Seniorweb, de Dorpsraad zijn we aan het kijken wat er binnen kan komen. Dus ideeën die vandaag hier aan de man zijn gebracht, die zijn eventueel ook geschikt voor daar. En samen met Nicolette gaan we ook bekijken naar een mooie onderverdeling. En zo hopen we ook het zaaltje in de Nijenburg weer mooi tot leven te wekken, dat het kan blijven bestaan. Wat is de connectie tussen het sportcomplex De Jager en de Nijenburg in deze? Beide vallen nu onder beheer van Trema, dus er is veel samenwerking. We zijn geen concurrenten van elkaar voor de ruimtes, maar we proberen juist een mooie onderverdeling te maken. Dus we werken graag samen.